Morgen is het weer zover in het nieuwe Luxor Theater met de Aardig Onderweg Awards Show 2016. Good evening, Rotterdam! Tijdens een programma vol dans, theater en muziek krijgen de winnaars van de Aardig Onderweg Awards hun prijzen. En kies jij de winnaar van de publieksprijs. De winnaar van de Aardig Onderweg Award is... Vandaag en morgen is aan jou de laatste kans om je stem te geven aan het project waarvan jij vindt dat het deze hoofdprijs verdient. In de categorie kunst, cultuur en sport is dat Rewriters, een platform voor straatkunst. Rotterdam is een mooie stad, maar is ook heel erg grijs en grauw. En je ziet gewoon met die muurschilderingen die wij dan aanbrengen dat het verandert in positieve zin. In de categorie ondernemen kan je stemmen voor het fietsverhuurplatform Bim Bim Bikes. Wat Bim Bim Bikes voor Rotterdam betekent is enerzijds gewoon werkgelegenheid omdat we direct mensen aannemen. We zijn echt een wereldmerk aan het bouwen in Rotterdam. Met ons hoofdkantoor hier. Maar daarbij halen we ook mensen naar Rotterdam toe. De derde winnaar komt uit de categorie samenleven, het Transgenderkoor 010. Transgenderkoor zorgt voor meer zelfontplooiing bij transgenders, meer zichtbaarheid in de samenleving. En het is uniek, eerste koor in Nederland, geboren in Rotterdam. Een aantal weken geleden mochten 36 projecten zichzelf presenteren tijdens de pitchdag. Mijn naam is Rodney Oberg. Gijsdag Brouwer. Ik ben Michel Willems. Barbara Blaak. Iedereen deed zijn uiterste best om het publiek en de jury te overtuigen. Maar die was kritisch. Wat zou je nou precies met de prijs willen doen? Is Rotterdam ook wel toegerust om heel de fiets aan te kunnen? Wat is het onderscheidend vermogen van jou? Het initiatief van Rewriters, een platform voor straatkunst, sprong eruit bij het publiek. Ik vind dus wat aan graffiti, wat we vroeger zagen in het begin, dat dat erg rommelig was. Maar ik heb nu gezien, die muren, dat maakt kleurig en dat vind ik heel gezellig. Samen met Daniel, een van de oprichters, liep ik langs een aantal prachtige straatkunstwerken. Rewriters heeft daarvoor een app ontwikkeld. Nou, met die app kan je dus ten eerste kan je de route lopen. Langs alle 28 werken die in de route zitten, loop je door het centrum. Nou, daarnaast krijg je dus per werk alle achtergrondinformatie van zowel het kunstwerk als de kunstenaar. Dus de app is eigenlijk continu up-to-date en daardoor is de route ook gewoon up-to-date. Van wie is deze? Dit is Daan Botlek. Hoe werken jullie samen met die kunstenaars? We kiezen de muur, dan maken we afspraak met de kunstenaar van oké, nou, hey, kom even kijken, weet je wel, wat voor materiaal is het. En dan laat ik ze gewoon even met rust en dan komen ze vanzelf terug van ik denk dat ik dit wil maken. Dus de kunstenaars zijn gewoon echt helemaal vrij in wat ze willen maken, ja. Bijna 30 muurschilderingen hebben jullie erop zitten. Ja. Hoe reageren de Rotterdammers op jullie werken? Nou, tot nu toe heb ik eigenlijk nog geen negatief geluid gehoord. En de muur waar we nu staan, dat was wel echt gewoon een extreem voorbeeld van de buurt die super blij was. Hier om de hoek heb je een flat. En die kwamen gewoon met z'n tweeën naar beneden. Oud vrouwtje, oud mannetje. We wonen hier al zo lang. En we zijn zo blij dat we niet meer tegen die rotzooi aan hoeven te kijken. Stem op Rewriters. Dan kunnen we de stad nog mooier maken dan dat die is. En kunnen we muurschilderingen toegankelijk maken voor iedereen in de openbare ruimte. Je hoeft er niks voor te doen. Je loopt lekker door de stad en je komt ze tegen. In de categorie ondernemen is Bim Bim Bikes. Via hun website kan men bijna overal op de wereld een fiets huren. Michel, een van de oprichters van Bim Bim Bikes, overtuigde de Rotterdammer met de liefde voor zijn vrouw. Wat doe je op het moment dat je vrouw een probleem heeft? Dan los je het op. En mijn oplossing is Bim Bim Bikes. Dat is de booking.com van de fietsverhuur. Eigenlijk van alles kan je online regelen. Tot die fietsverhuur. Wat jullie willen... Dat is Rotterdam als fietsstad uitrollen voor de toeristen. Ja. Waarom speciaal voor toeristen? Nou, kijk, zoals je een beetje rondje ziet, de normale Rotterdammer fietst al. Ja. Daar hoef je niks meer aan te doen, dat is prima. Ja, er zijn toch steeds meer toeristen die naar Rotterdam gaan. Ja. We willen er nog veel meer. Ja, en het zou wel geweldig zijn om ze te laten zien hoe leuk die stad is. Op een fiets gaat het veel makkelijker. Michel, rasondernemer, is gewend te denken in kansen. Ook als het gaat om het halen van meer toeristen naar onze mooie stad. Nu zijn de Rotterdammers die zeggen van laat dit geen tweede Amsterdam worden. Ja. Met al die toeristen. Wordt ook best moeilijk om het een tweede Amsterdam te laten worden.
om allerlei redenen. Het is een totaal andere stad. Jij bent daar niet bang voor? Ik ben er helemaal niet bang voor. En het mooie is, die toeristen die geven wel degelijk waarde aan de stad. Hè? De mensen die hier komen, die geven geld uit, het geeft werkgelegenheid op. En daarmee los je ook een paar problemen op die Rotterdam af en toe heeft. Michel durft groot te denken met zijn onderneming. Hij ziet met de komst van meer toerisme de stad groeien en bloeien. Maar blijft er dan nog wat te wensen over? Wat is jouw droom? Ik zou het fantastisch vinden om bijvoorbeeld met de directeur van een van de grootste reisorganisaties van Europa een gesprek te hebben om te kijken hoe we samen zouden kunnen werken. Dat lijkt me echt geweldig. Want dan heb je echt meteen heel groot bereik. En dan kunnen echt heel veel mensen naar Rotterdam trekken ook. Mensen in Rotterdam, willen jullie meer mensen op de fiets in Rotterdam? Met name toeristen, stem dan op ons. Het derde initiatief dat in de prijzen viel is het Transgenderkoor 010. Mijke Korteland is de oprichter van het koor. Zij wil letterlijk zichtbaarheid en stem geven aan transgenders. Zij zorgt er gewoon voor dat je je op je gemak voelt. Dat je niet je anders hoeft voor te doen dan je bent. Je voelt ook bij haar dat ze het echt voor ons wil doen, zeg maar. Dat ze ons als transgenders gunt om gewoon ook die plek in de maatschappij te hebben. Zeker in het begin, als je net in die transitie gaat, je moet het aan heel veel mensen vertellen. En ja, je hebt een beetje zo'n tussenfase, want de buitenkant zegt nog niet heel veel over hoe jij van binnen je voelt. En ja, dan zijn er wel schaamtemomenten. De transitie van gender kan ruim 3 jaar duren. Gedurende die tijd zit je in een tussenfase wat betreft je uiterlijk en je stem. Dat zorgt voor veel spanning en onzekerheid. Juist in die fase kan het koor veel betekenen. Ik hou heel erg van zingen zelf. Amateur hoor, maar toen dacht ik, nou, dat is toch mooi als je dat kan koppelen, dat gevoel hè, van samen zijn, toch elkaar ondersteunen tijdens die transitie en je uiten door middel van zingen. En toen dacht ik, waarom gaan we gewoon geen koor beginnen? Dat lijkt me echt fantastisch. Mijke startte het koor samen met dirigente Nadja. Het is voor mij gewoon heel interessant. Hoe help je ze nou verder, zodat ze zichzelf prettig voelen met hun eigen stem in dat lijf zoals het dan nu is, of het voorkomen zoals zij dat graag willen. Naast een dirigent is er ook een logopedist betrokken bij het koor. Wat is het belang van een logopedist? Door hormoongebruik verandert de stem van de transmannen. Dus die wordt anders en die stem moet ook eigen gemaakt worden. Voor de transvrouwen verandert er niet zoveel met hormonen. Maar die willen wel graag vrouwelijker overkomen met hun stem. Nou ja, dan is dat goed als iemand, een kundig iemand daarna kan kijken en misschien wat oefeningen kan meegeven. Ter bescherming ook dat je de stem goed blijft gebruiken en dat je eventueel ook verbetering kan gaan ervaren met je stem. We staan hier voor tolerantie en acceptatie in de stad. En wil je een bijdrage leveren aan dat? Stem op Transgenderkoor 010. Rewriters, Bim-Bim-Bikes en Transgenderkoor 010. Dat zijn de winnaars die nu nog strijden voor de publieksprijs. Stem nu. Morgen is het zover. Vanaf 8:00 live op RTV Rijnmond, de Aardig Onderweg Awards 2016. Een avondvullend programma waarin jij het verschil kunt maken voor de publieksprijs. Tot morgen.